Ik ben Walter, ik kom uit Waddinxveen. En ik ben Jacqueline en ik woon ook in Waddinxveen. Onze dochter is ernstig ziek geweest, heeft heel veel in het ziekenhuis gelegen. En daarbij is ze heel veel aanraking gekomen met de kliniclowns die de minder leuke momenten wat leuker voor haar gemaakt hebben. Nikki heeft in 2013 een hartoperatie gehad. En toen zijn de kliniclowns bij haar langs geweest. Na een aantal dagen werd ze wakker. En toen zei ze van, vannacht zijn de kliniclowns bij me geweest. Dus dat heeft ze onbewust toch heel bewust meegemaakt. Ik denk dat een kliniclown gewoon even het moment van vergeten van alle nare dingen in het ziekenhuis. En even moment van even niet ziek zijn. Ja, wat is een lach op het gezicht van de kind waard.